De statuten worden zeg maar low profile samengesteld. Het wordt allemaal geformuleerd, maar er moeten nog enkele diepgaande discussies worden gevoerd en een besluit daarover worden genomen op het hoge niveau. Lokaal is al beslist door de gebruikers hier in Nikeri dat men wil gaan naar een decentraal bestuur met een grotere stem in het geheel. Dit wordt dus verder uitgewerkt met het ministerie van RGB. Wanneer de bevindingen daar zijn, het wachten is op het sanctioneren op hoger niveau. En ik denk dat de meetings zoals die hier worden gevoerd, natuurlijk de overwegingen ook zullen geven. Op dit moment valt dus is het wachten op de voorbereidingen. En als het zover is, dan wordt het weer breed bediscussieerd met de verschillende stakeholders om toch een goede draagvlak te hebben. De voorbereidingen worden nu getroffen, hoewel op low profile. Maar de bedoeling is natuurlijk dat we zoveel als mogelijk draagvlak hebben wanneer we een beheersorgaan zullen samenstellen. En dat gaat dus bediscussieerd worden ook in de projectboard meetings. We zijn nog niet zo ver, maar voor zover het is afgerond, dan zullen wij die eerst presenteren aan de mensen die daarvan gebruik maken, de mensen die zeg maar ook daar wonen, om te kijken hoe het draagvlak is. Wie moet allemaal in zo'n stichting komen? Wie moet allemaal vertegenwoordigd zijn? Nou, ik praat over het draagvlak. Ja, zeker de lokale mensen, maar ook ministeries die daar bemoeienis mee hebben. LVV zal erbij moeten zijn, openbare werken, RGB. En RO. Is er ook plaats voor de symbolen gebruik maken? Juist, dat is dus de bedoeling. Omdat je zoveel als mogelijk iedereen daarbij wil betrekken. LBB is ambtshalve verantwoordelijk voor een aantal wetten. De Natuurbeschermingswet en de Jachtwet. Of zij nou in een beheersorgaan zitten of niet, hun mandaat gaat dwars door het hele land. We zijn dus nog niet zover om het beheersorgaan te installeren. De Bigi Pang en alle andere multiple use management areas zijn ter beschikking gestelde gebieden aan de dienst Landsbosbeheer. Dat betekent dat de dienst Landsbosbeheer de verantwoordelijke is voor deze gebieden. En net wat de minister zei, ook de andere beschermde gebieden, de natuurreservaten. Ja, dus dat moet wel duidelijk gezegd worden. En nu moeten we dus gaan kijken naar manieren, want dit project heeft twee belangrijke doelen. We moeten kijken naar een stukje efficiëntie, dus het efficiënt beheer van de MUMAS. En daarnaast moeten we ook gaan kijken naar financiële mechanismen om de zaken, zoals net gevraagd werd, de infrastructuur in orde te maken. En natuurlijk ook de potenties die deze MUMAS ons geven, om die optimaal te kunnen gaan gebruiken. En daar moet je natuurlijk ter plaatse een unit hebben die dat goed kan gaan trekken. Dus in dat kader, in dat licht, moet u meer zien dus zo een beheersraad die heel actief bezig zal zijn per unit. Er was ook gesteld dat de jachtopzieners permanent, op korte termijn permanent in het gebied zichtbaar zouden zijn, zouden vertoeven. Hoe ver zou het daarmee? Dat is ook nog even in proces. We hadden gehoopt dat het al begin van het jaar het geval zou kunnen zijn. Maar er zijn nog enkele zaken die spelen, waarbij we dus toch wel mikken op uiterlijk het eind van het eerste kwartaal al actief daar te zijn. Dus dit is precies waarmee de consultants nu bezig zijn. En straks in februari, als we de rapportage hebben, dan zal dat ons aanwijzingen geven van hoe we verder kunnen gaan met de planning en wat we precies moeten gaan doen. Ja, want dat is natuurlijk ook een heel belangrijk iets dat al jaren speelt. We moeten kunnen nagaan wat is de impact. We moeten de waterkwaliteit constant kunnen monitoren. Dus al dit soort dingen worden in de planning meegenomen.